in Sjaarloos allemaal. Welkom in Sjaarloos. Welkom in Sjaarloos. Welkom in Sjaarloos. Hallo, waarom staan we hier op het gras van Speeltuin Jeugdveld op Zuidwijk? Ja, nou in het najaar is dit veldje geopend door Kostas Lamproe. En dat zou door Bruno Marchini gedaan worden, maar die was toen ziek. Nou, vandaag komt Bruno alsnog om zijn naambordje daar strakjes op te hangen. Is er een kans dat je toch nog volgend jaar hier op Zuid aan het voetballen bent? Ik voetbal sowieso elke jaar ontzettend. Nou, Bruno Martens Indy natuurlijk in de wijk opgegroeid, onze trots. En wij hopen natuurlijk, ja, hij heeft ook een voorbeeld voor de kinderen hier. En dat ze ook in hem geloven. En van wat ons heel erg dwars zit, is dat we altijd maar achterstandwijk worden genoemd. En kijk eens wat een kanje van een voetballer Zuidwijk groot heeft gebracht. Ja, dus daarom zijn we Bruno apetrots. We hebben hier een inlooppunt en dat zijn voor alle mensen uit de wijk, ook in Charlois Noord en Carnisse. En dan kunnen ze hier terecht met de vragen over maatschappelijk werk, schulden, over brieven die ze dan niet begrijpen. We zijn hier eigenlijk voor alle praktische hulp. En dan kan je gewoon binnenlopen tussen 10 en 4. En maandag zijn we dan tot 8 uur open. Nou, we hebben ook de jongerencoach. Dat zijn dan voor de jongeren. We hebben ook gewoon maatschappelijk werk. Wel moet je daarvoor eerst aangemeld zijn. En dat gebeurt dan via de vraagwijzer. Dat is dan bij de Pleinweg. En als je daar een intake hebt gehad, dan word je automatisch doorverwezen naar een maatschappelijk werker van hier. Als ze ergens mee zitten, kunnen ze gewoon langskomen bij de inlooppunt. Hoeft geen afspraak voor te maken. Maar als ze echt vinden van ja, ik heb maatschappelijk werk nodig, dan is het beter dat ze dan naar de vraagwijzer gaan. Daar houden ze een intake en daarna kunnen ze hier komen. Het havenbedrijf op tournee. Wat moeten we ons daarbij voorstellen? Ja, dat houdt in dat we 11 avonden eigenlijk op buurtbezoek gaan. Bij, zoals hier, Heiplaat, RDM-complex. Gaan we aan de mensen vragen wat zijn nou de zaken waar zij geïnteresseerd in zijn. Alle mensen die om de haven wonen, ook vaak in de haven werken. En die zeg maar de lasten en de lusten van de haven dagelijks ervaren. Dus een dialoog met de omwonenden van de haven, over de toekomst van de haven. Dingen die men verbeterd ziet, dingen waar men over wil praten. Natuurlijk, denk maar aan bereikbaarheid, overlast, geluid enzovoort. Maar ook natuurlijk de positieve dingen die met de havenontwikkeling te maken hebben. We luisteren en kunnen we zaken verhelpen, kunnen we zaken verbeteren, dan zullen we dat doen. En ik verheug me weer op om dat vanavond weer heerlijk hier met de omwonenden, prachtig complex RDM te gaan doen. De mensen die erop afkomen, wat kunnen die verwachten? Nou, in ieder geval een kop koffie met een plak cake. Laten we daarmee beginnen en voor zover ze nog niet gegeten hebben een broodje. En daarna gaan we gewoon op de tafel zitten. En dan ga ik hun met name vragen welke onderwerpen gaan we bespreken. En dan hebben we een goed gesprek. En daarna maken we wellicht nog afspraken om dingen verder uit te werken of uit te zoeken. Zodat ze hopelijk met een goed gevoel naar huis gaan. Ja, ten opzichte van de andere deelgemeente telt Sjaarloos heel veel sportverenigingen. De hele maatschappij is veranderd. Er is heel veel veranderd. Als men vroeger een jaarvergadering uitschreef, dan zat de zaal vol. En nu zitten er, buiten het bestuur zitten er misschien 10 mensen. Maar we hebben al zoveel dingen geprobeerd. Vroeger hadden we jeugd en schreven vergaderingen uit voor de ouders en dan hadden we 5 teams. En de laatste keer kwam er 1 ouder. De binding van leden met verenigingen wordt steeds minder. Maar er wordt ook aan verenigingen steeds meer gevraagd zeg maar, om uit zeg maar, die cocon te komen. En ook een maatschappelijk iets terug te gaan doen als vereniging. En open te staan voor andere doelgroepen. En de gemeente zet daar heel sterk beleid op dat verenigingen
daadwerkelijk een bijdrage moeten gaan leveren aan het oplossen van maatschappelijke uitdagingen. Zoals mensen lijden naar werk, zeg maar. Dat mensen weer bewegingsarmoede bij kinderen en bij ouderen. En dat was vroeger helemaal niet. Vroeger zag de gemeente, die verenigingen deden dat allemaal voor zichzelf. En de gemeente was daar niet zo bij betrokken. Maar de gemeente heeft steeds meer interesse, zeg maar, in verenigingen. En vroeger, ja, kijk naar 30, 40 jaar geleden, dan kwamen de ouders met de kinderen en die stonden langs de lijn en die brachten de kinderen en ze namen ze mee naar huis. Tegenwoordig worden ze gedumpt en dan worden ze misschien opgehaald. En dat is het verschil, dat is allemaal heel erg veranderd op dat punt.